Om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, zijn er extra maatregelen getroffen in het kader van de operatie Dresiwaktisiki. Gwendoline Babel, onderdirecteur Nationale Veiligheid, zei gisteren op de persconferentie dat het in deze gaat om het plaatsen van wegafsluitingen en van controleposten in verschillende gebieden. De patrouilles te land en te water worden onverkort voortgezet. Er wordt nog steeds gepatrouilleerd op de Nikeri-rivier, ook de Clarasluis en de Quarantaine-rivier worden er patrouilles uitgevoerd door het Nationaal Leger en het Korps Politie Suriname. De Zuid-Drain, Wakai, bij de Baktrakroute en Apura is er dus, zijn er dus hulpposten geplaatst en security checkpoints die door KPS en het leger worden uitgevoerd. Als we komen richting, vanuit het westen richting Paramaribo, dan hebben we de Burnside. Die post is een bestaande post, dat blijft. Het is er ook nog, ook daar worden er controles uitgevoerd. En ook de Totnes bij de dijk worden er ook, is er ook nog steeds de post aanwezig. Komen we in Saramaka aan, dan hebben we dus over de brug, over de Kopenama rivier, hebben we dan de Boskamp nog steeds de post en ook bij Mongshoop. Dan gaan we dan voorbij Paramaribo, want binnen Paramaribo en natuurlijk ook de omstreken hebben we dus tot op dit moment de partiële lockdown. Dat gaat dus van 6 uur in de avond tot 6 uur in de ochtend. En dus daar hebben we dus gewoon de patrouille van het leger en de politie om erop toe te zien dat dus die maatregelen worden nageleefd. Danielle Feira, directeur Nationale Veiligheid, zei dat vanwege de ontstaande situatie de repatriatievluchten tot nader order zijn uitgesteld. Afspraken zijn wel verder gemaakt met de vliegmaatschappijen. Wij kunnen voorlopig hier repatriatievluchten uitvoeren, want wij, de directeur van Volksgezondheid, gaf het al aan. De capaciteit in menskracht is zeker nodig nu met de influx van besmette gevallen. Wij moeten de ruimte die we dus nu klaar hebben om mensen te ontvangen van het buitenland nu vrij houden voor mogelijke besmette gevallen vanuit Suriname zelf. Dus dat wachten we nog even af. U weet, we hebben altijd aangegeven, repatvluchten voeren we uit indien we ready zijn. En ready moet u zien als ze zijn, we hebben de plekken. De gezondheidssituatie is van die aard dat wij de mensen kunnen ontvangen. En de capaciteit in terms ook van personeel is aanwezig. Op dit moment is in ieder geval volksgezondheid in paraatheid om de mensen die nu besmet zijn te assisteren. Danielle Feira van het Directoraat Nationale Veiligheid. Landelijk zijn er extra maatregelen getroffen in het kader van de operatie Dresiwaktisiki om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan.